Welkom bij deze nieuwe video Forex Bakt. Ik ben Rix en op mijn kanaal gaan we het alfabet bij langs en doen we bij elke letter twee leuke recepten. We zijn vandaag bij het eerste B-recept aangekomen. Dus vandaag ga ik brownies met een karamel zeezout topping maken. Laten we snel beginnen. Oké, karamel zeezout brownies. We beginnen eerst met de brownie zelf en daarna gaan we de topping maken. En voor de brownies heb ik hier 225 gram boter en 115 gram pure chocola. Pure chocola is bij dit recept het allerlekkerst, dus probeer zo puur mogelijke te vinden. Ik ga dit au bain-marie, ga ik het even smelten. Zo. En daarbij gaat de chocola. Als je iets au bain-marie smelt, dan is de kans dat het aanbrandt echt super klein. Dus dit is de veiligste manier van iets verwarmen. Vooral met chocola. Chocola wil best wel snel aanbakken. Dus dit is de allerbeste manier. Nou. Dit laten we even staan. En dan ga ik ondertussen de eieren proppen. Ik heb hier twee eieren en nog een eidooier. Die gaat hierin. Daarbij gaat 330 gram suiker. Nog een theelepel vanille-extract en ik heb er nog een klein beetje koffie-extract bij gedaan. Want koffie dat versterkt de smaak van chocolade. Dat gaat er ook bij. En nog een kwart theelepel zout. Zo. Dit gaan we even opkloppen. Die zijn klaar. De eieren zijn klaar als ze mooi licht en schuimig zijn. Dus dat kan ik even laten zien. Dan ziet het er zo uit en dat het een beetje in zo'n linkje moet het dan lopen. Oké, dit mengsel is nu gesmolten. Die ga ik nu even van het vuur afhalen. Wel voorzichtig, want het is echt best wel heet. Zo. Dan heb ik hier het eimengsel en daarbij gaat dus de gesmolten chocolade, gesmolten boter. En dat ga ik er doorheen spatelen met een spatel. Probeer er niet al te ruig mee om te gaan, want hoe harder je het er doorheen klopt, hoe meer lucht je verliest. En je wil de luchtigheid wel een beetje behouden. Zo. Dan gaat nu de bloem en de cacaopoeder erbij. Ik heb hier 125 gram bloem en ik zeef het even omdat ik geen klontjes wil. En nog 25 gram cacaopoeder. En als je wat van deze kleine klompjes overhoudt, dan kun je dat gewoon zo met je vingers erin drukken. Zo. Dit ga ik er ook weer doorheen spatelen. Zo. Deze is nu mooi klaar. Gaat hij nu in de vorm. Ik heb die ingevet met een beetje boter en daarna een mooi bakpapiertje erop liggen, zodat hij er gegarandeerd mooi uitkomt. Dus dat ga ik nu inschenken. Ik heb een vierkante vorm gekozen, zodat ik straks de blokjes mooi kan verdelen in mooie vierkantjes. Deze gaat nu voor 40 minuten in de oven en de oven heb ik voor verwarmd op 175 graden. Terwijl de brownie in de oven zit, ga ik een karamelsaus maken. Daarvoor begin ik met 200 gram suiker en 100 ml water. Ik ga het suiker doen. En het water gaat erbij. Zo. Dit moet een karamel worden. Dat gaan we niet roeren, want dan krijg je kristalletjes. Dat gaan we gewoon zo laten staan, totdat de karamel verkleurt. Dus eerst gaat het nog wat indikken, gaat het water verdampen en dan daarna wordt het steeds donkerder van kleur. Je moet er wel goed bij blijven dat het niet te donker wordt, want als het te donker wordt, dan heb je zo'n branderige smaak eraan. Dus je moet er goed bij blijven, maar dat kan ongeveer ja, een kwartiertje duren. Zoals je kan zien is de karamel al aardig aan het verkleuren, dus nu moet je er echt goed bij blijven. Als hij nu te ver doorgaat, kan je weer opnieuw beginnen. Zodra de karamel donker genoeg is, dan gaat de boter er gelijk bij. Zoals je ziet ben ik nu wel af en toe even aan het roeren, dat is zodat ik de kleur goed kan zien.
omdat hij heel veel bubbeltjes heeft, lijkt hij wat lichter dan dat hij daadwerkelijk is. Dus door af en toe een klein beetje er doorheen te roeren, kan je de kleur beter zien. Oké, ik vind de kleur zo heel mooi. Dus gaat de boter erbij. Dit was trouwens 90 gram boter. Ik haal hem van het hete pitje af. En weer terug. Oké, hij is nu wel klaar om de room erbij te doen. Ik heb hier 150 ml slagroom en ik moet er heel voorzichtig bij omdat het echt enorm gaat spetten. Hè? Even terug op het vuur, want zoals je kan zien wil het nog niet zo heel geweldig mengen. Ja. Alles is mooi gemengd. Ik haal hem weer van het hete pitje af. En dan ga ik hem overschenken in een andere kom, zodat hij eventjes wat kan afkoelen. En als hij niet meer super heet is, gaan we mooi over de brownie heen doen. Ik heb hier nog een halve theelepel zout en die doe ik er nu ook doorheen. Zo. En dit laten we dus nog eventjes staan. Oké, de brownie is uit de oven. Hij is een beetje afgekoeld. En de karamelsaus is ook afgekoeld. Dus nu kunnen we het mooi één geheel gaan maken. De brownie zit er hier op. En dit knip ik eraf, omdat hij best wel smeuig en kruimig is. Dan hoeft het papiertje er niet onderweg. En dan gaat de karamelsaus eroverheen. Hoe langer je de karamelsaus laat afkoelen, hoe dikker hij wordt. Maar dit is al wel een goede dikte. Zo. En dan heb ik hier nog wat grof zeezout dat er overheen gaat. En dan kun je ook mooi zien dat het een karamelzeezout is. Zo. Wat is het dan? Een karamelzeezout brownie. Super bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je hem nou leuk? Geef dan een duimpje omhoog en vergeet ook zeker niet te abonneren. Heb je dit nou gemaakt? Tag me dan op Instagram, dat vind ik echt super gaaf om te zien. Vergeet ook zeker niet de beschrijving even te checken. Daarin staat het recept helemaal uitgewerkt, al mijn social media en mijn website. Dus check die zeker even. En dan hoop ik je volgende week weer te zien. Doei!